VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV-TV. We beginnen deze aflevering met de samenvatting van de Limburgse derby tegen MVV, die dankzij een doelpunt van Martijn Berde winnend werd afgesloten. Ruim 6.500 toeschouwers in de Geuselt en die zien hier dat VVV een hoekschop neemt, die makkelijk gepakt kan worden door doelman Matthijs. Maar dan is het vervolg wat minder van MVV. Kan Venema overnemen en is dit bijna een geweldige goal, zeg. Van heel ver. En Nicky Venema baalt, want die wachtte weer een tijdje op een doelpunt. Vorige week lukte het niet thuis tegen Top Os. Toen verloor VVV met 1-0. Hier Venema opnieuw met De Boer. Bal breed. Zetlacek. Alouche, het is een mooie aanval en dat leidt tot de volgende kans. Het is een grote kans en het is ook een doelpunt. Martijn Berde scoort zijn eerste voor VVV en uitgerekend hier in Limburg tegen provinciegenoot MVV. Goed afgemaakt door Martijn Berde. 1-0 voor de ploeg van Rick Kruis. MVV dan in een levendige openingsfase met Koen Costons. Dit keer in de rol van aangever en daar de kans voor Jarne Steukers. Vorig seizoen won VVV hier dus met 5-0. De man die toen 3 keer scoorde, Ryan El Azrak, zit nu op de bank bij MVV. Maar hij scoorde maandag de winnende voor MVV tegen PEC Zwolle. Ondertussen Venema niet. Alouche met de omhaal. Ja, het zou wat zijn, zeg. Boeiende wedstrijd. In een strijd tussen de twee grootste steden van Limburg. Met hier de volgende kans. Schot van afstand opnieuw van Jarne Steukers. Goeie redding daar in het doel bij VVV van NEO van der Gouw. Maurice Verberne met in de basis weer terug. Ruben van Bommel, geselecteerd voor Oranje onder 20. Hij is nog maar 18. En de voorzet ondertussen, ja, dat is een lastige voor het Zeepaar. Kan niet echt nog richting of kracht aan die bal meegeven. Opnieuw Steukers. Actief in die eerste helft. Lage voorzet. Daar moet Van der Gouw toch nog zich inspannen. VVV haalt het hele seizoen al veel meer punten uit. 25 dan thuis. Alleen PEC Zwolle pakte meer punten dit seizoen op vreemde bodem. Ondertussen is hier Van Bommel. Van Bommel nog altijd. Ruben Van Bommel. En de redding opnieuw van Van der Gouw. Venema, onverwacht die bal bij De Boer. De Boer is dan niet echt lekker in balans. Komt dus ook niet tot een schot. En dus blijft het nog spannend, zeker ook voor Rick Kruis. Hij verwacht een open wedstrijd, een echt voetbalgevecht. En dat is het ook met Zeepaar hier. Weer een grote kans en weer gaat hij er niet in. Het had hier eigenlijk al 3-3 moeten staan of zo. Hier gaat het mis in de opbouw bij MVV. Overname. En dan komt er bij Stedlacek en de redding is dan weer van Matthijs. Zeker allebei de keepers, die hebben het niet koud vanavond. En deze fans van Roda ook niet. MVV dus maandag 2-0 achter tegen PEC Zwolle. Toch nog winnen met 3-2. Dit is de ploeg van de comeback, maar Venema speelt voor VVV. En die heeft opnieuw pech. Bal op de paal. Daar baalt hij echt van. Nick Venema. Weer zoekt MVV de aanval en is er ruimte aan de andere kant. Daar is hij weer. Venema, steekballetje, schot, redding. Weer een grote kans, dit keer voor de invaller Daan Huismans. Nu gaat MVV natuurlijk met nog 1 minuut of 5 te spelen meer en meer risico nemen. Livramento, de invaller. Naar de voorzet van andere invaller, Reemans. Verberne wisselt vol op de winst. En brengt dan ook natuurlijk de man van afgelopen maandag, Ryan El Azrak.
Nou, dan moet die bal wel in de buurt komen van het doel. Zepar, voorzet. Daar is El Azraq. Nee! Ja, hij is er wel, maar hij kan er niet bij. Dan kan je zeggen, publiek grote winnaar, maar dat zal het publiek zich niet voelen als het zo blijft. Want er zijn natuurlijk vooral fans van MVV en die zien hier nog een schot van Daan Huismans. Nog niet gedaan. Nog altijd niet gedaan. Livramento. Goeie beweging. Bal voorgeven. Nee, schieten. Ja, dit is te makkelijk. En dit was de laatste kans voor MVV dat wanhopig aanvalt, maar niet weet te scoren. Zo wint VVV ook voor de 9e keer op rij van MVV. Dit keer met 1-0. De zege op MVV zorgde natuurlijk ook bij Rick Kruijs voor blijdschap. De hoofdtrainer was tevreden over het spel van zijn spelers. Hoe heb je vrijdag naar je eigen ploeg gekeken? Die vond ik goed. Die vond ik veel energie hebben. Die vond ik op een hoge intensiteit spelen. En eigenlijk de dingen die we besproken hadden heel de week. Na het debacle van Os. Ja, dat vind ik wel dat het elftal dat goed heeft opgepakt. Wat heb je ze dan precies meegegeven na Top Os? Nou, ik heb die wedstrijd een bepaalde noodzaak gemist in dingen die wij doen. En het voorbeeld was natuurlijk de tegentreffer tegen Os. Uit de spelervatting waarbij die spelers ook kunnen doorlopen. Eigenlijk de week daarvoor ook al tegen Dordrecht. Nou, als ik zie hoe we nu hebben verdedigd met elkaar. Hè, van voor naar achteren en de hele tijd in staat waren om compact te blijven. Als ik zie hoe we hebben verdedigd in de box. Hè, met name de achterste lijn natuurlijk. Maar ook een mooi voorbeeld Robin Lattouwers tweede helft. Hoe hij uiteindelijk een tackle maakt waarbij hij zijn leven geeft om een goal te voorkomen. Ja, daar word ik wel blij van. Je komt snel op voorsprong, maar het blijft slechts 0-1. Hoe sta je dan naast het veld? Ja, met veel spanning natuurlijk. Je hoopt dat je uitloopt naar 2-0, dat je wat rustiger kan zitten en spelen. Maar ja, dat gebeurde niet. Had je zelf wel het gevoel dat het goed zou komen? Ook omdat het achterin goed stond? Dat had ik wel. Al kan hij natuurlijk altijd een keer verkeerd vallen. Het Zepar kreeg natuurlijk nog een hartstikke grote kans waar hij niet goed mee omging. Dus hij kan altijd een keer verkeerd vallen, maar ja, ik was best wel zelfverzekerd eigenlijk. Dan kom je terug uit Maastricht en dan staan er in Venlo bij het stadion supporters met vuurwerk. Hoe vond je dat? Erg mooi. Ook weer een afspiegeling van hoe de chemie is tussen fans en spelers. Een stukje waardering van de fans is altijd mooi om te krijgen natuurlijk. Ja, en gelijk de koppeling dat we hier aankomende vrijdag natuurlijk wat willen laten zien. Logisch. Zelf win je van MVV. Op dezelfde avond zie je ook de uitslag van PEC Zwolle tegen Den Bosch. Wat denk je dan? Ja, dat is een monsteruitslag natuurlijk en dat hoor je niet zoveel. Maar goed, daar zullen zij ook weer mee om moeten gaan. Maar het belangrijkste is wat wij zelf doen, los het kijken van wat daar gebeurt. Natuurlijk nooit leuk om te horen dat je collega-trainer is ontslagen. Want uiteindelijk is Jack de Gier een gerespecteerde trainer en iemand met veel ervaring. Maar wat ik zeg, we moeten naar onszelf kijken en dat stukje van hun loslaten. Is het dan nu vooral zaak om voor vrijdag te waken voor onderschatting? Nee, want dat kan er helemaal niet zijn. Want we hebben iets goed te maken in de koel. En ons track record in de koel is ook niet zo goed. Ik wil gewoon dat we dezelfde manier spelen zoals we ook uitspelen. Met veel flair, met veel lef, met veel diepgang. En als we dat deze wedstrijd brengen, dan weet ik zeker dat we kunnen winnen. Naast Kruijs blikt ook Martijn Beerde uiteraard met een goed gevoel terug op afgelopen vrijdag. De aanvaller kroonde zich tot matchwinner. En dus was het zeker voor hem een mooie wedstrijd. Ja, denk ik wel. Als je de Limburgse derby wint met 1-0 en scoort, dan is het wel een mooie avond. Ja. Wat was het voor jou voor een avond? Ik was vooral gewoon gefocust op de wedstrijd. En die goal viel vrij vroeg. Dus is het proberen voor die tweede te gaan. Die had ook moeten vallen, denk ik. Dan maken we het onszelf wel iets makkelijker. Maar ja, die valt dan niet, dus hou je ze een beetje in de wedstrijd. En uiteindelijk trek je hem wel over de streep, dat is goed. En dan sluit je hem winnend af, dat is lekker. Je wordt uiteindelijk matchwinner met je eerste doelpunt. Die heeft even op zich laten wachten. Is dat iets waar je zelf ook erg mee bezig was? Nee, niet per se. Ik was gewoon bezig met mijn minuut eigenlijk maken en fit worden. En is het wel lekker dat hij op een gegeven moment komt natuurlijk. Hoe bevalt het bij VVV? Ja, goed. Eerste weken zijn echt goed bevallen.
leuke teamgenoten, leuke club, fijne staf. Ja, eigenlijk ben ik heel positief. Dus het beeld wat ik toen kreeg, zeg maar, voordat ik hier naartoe kwam, dat merk je eigenlijk in alles terug. De ambitie en hoe er gewerkt wordt en de uitstraling van de club, dat voldoet aan mijn verwachtingen, zeg maar. Je hebt je eerste doelpunt gemaakt. Ben je nu los? Nou, dat hoop ik wel. Ik ga gewoon iedere wedstrijd weer proberen om er meer bij te maken. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VTV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.